Chinese techbedrijven zijn gemiddeld met 40% gedaald de afgelopen 2-3 maanden. En vandaag tijdens deze video gaan we het hebben over waar dat door komt. Waarom zijn ze zo hard gedaald? Er zijn twee dingen namelijk, die ga ik met je bespreken. En daarnaast welke ETF ik heb toegevoegd aan mijn portefeuille om te zorgen dat ik ga profiteren van deze gigantische korting die we krijgen. Dus daar gaan we het over hebben. Ik hoop dat je een leuke aflevering hebt. Let's go! China heeft de grote techbedrijven, zoals Tencent, Alibaba, Ant Group, maar ook Didi bijvoorbeeld, die een concurrent is van Uber in China. Enorme sancties zou je kunnen, of in ieder geval regulering opgelegd die ervoor zorgt dat ze hun macht beperken. Iets wat in de VS ook al wordt gedaan, maar het duurt heel lang in China. Kunnen ze in principe zelf bepalen wanneer ze dat doen. Luister maar even. Well, Melissa, if you thought that earlier crackdowns on Ant Group and Alibaba, you thought those were bad, the damage to Didi could end up being far worse. Bloomberg is now reporting that Chinese regulators are considering a slew of, quote, serious and unprecedented penalties, from a massive fine to a forced delisting or even a state-owned investor. Now, that, of course, would come on top of the pain that has already been inflicted, namely its app has been removed from Chinese app stores. It's been prohibited from signing up new users. Its offices raided. And of course, there's those tens of billions of dollars that have been wiped off its market cap in just a matter of weeks. Ja, wat China hier naar beleggers, naar investeerders uitdraagt, is namelijk vertellen, hey, wij zijn het niet eens met hoe dit bedrijf bepaalde dingen runt. En we pakken onze hamer, we slaan erop en zorgen dat we bepaalde dingen voor elkaar krijgen. In het geval van Didi betekent dat zelfs een delisting, dat ze dus uit de aandelenmarkt, aandelenbeurs worden gehaald. En dat zou voor mensen die in dat soort aandelen beleggen, zou dat desastreus zijn. En zoals je weet, beleggers die houden niet van onzekerheid. En zeker niet onzekerheid waarbij ze letterlijk al hun geld kwijt kunnen raken. Dus dat is wat je terug aan het zien bent binnen de markt. Ook Alibaba, ook Tencent, ook Ant Group hebben het zwaar te verduren gekregen. En dat laat simpelweg zien hoe risicovol het beleggen in China is. Want China die probeert namelijk iets ontzettend unieks te doen. Die zorgt ervoor, of ze proberen in ieder geval, om communisme te combineren met kapitalisme. En kapitalisme betekent simpelweg zo'n goed product bouwen voor zo'n lage prijs dat consumenten het graag willen hebben. En als je dat kan doen, als je daar heel veel kapitaal voor kan krijgen om dat voor elkaar te krijgen, dan zul je door de markten beloond worden. En wat China hier doet is zeggen tegen bedrijven die het heel goed hebben gedaan, die zeggen, hey, ongeacht wat er in ons rechtssysteem staat, zoals bijvoorbeeld in de VS, waar nu al echt maandenlang, jarenlang wordt gedebatteerd over hoe ze bepaalde bedrijven moeten reguleren. In China wordt het van ene dag op andere dag gedaan. Dus dat brengt heel veel onzekerheid en risico mee voor mensen die in dit land specifiek willen beleggen. Ik ga zo meteen even mijn eigen mening geven, maar dit is wat je vooral ziet in de media. Daarnaast, wat er ook aan de hand is, is wat je ziet binnen de education sector. Dus de educatiesector, of onderwijssector, hoe je het ook wil noemen. Waar China heeft gezorgd van de ene dag op de andere dag, zonder dat daar rechters bij te pas komen, zonder dat daar überhaupt iets in gebeurt, van de ene dag op de andere dag, dat alle bedrijven in het onderwijssector, dat die van de ene dag op de andere dag non-profit zijn geworden. Dat betekent dus dat ze geen winst meer mogen maken. En als je het hebt over een kapitalistisch systeem, bedrijven die geen winst maken, die horen niet in de aandelenbeurs te zitten überhaupt. Dus dat gezegd hebbende, dit zijn de twee dingen die de markt onzeker maken. Veel beleggers zijn hun aandelen verkopen, die weten niet zo goed wat ze hiervan moeten verwachten. Er zijn ook heel veel traditionele beleggers, vooral institutionele beleggers, die zeggen, nou, het verhaal van China die verandert. China die al 40 jaar lang heeft gezorgd dat ze een kapitalistisch systeem ontwikkeld hebben, wordt anders. Nu laat het communistische partij, of in ieder geval de communistische overheid, die laat zien dat zij de baas zijn, dat zij de machthebbers zijn en dat zij bepalen wat er in China wel en niet mogen gebeuren. Ongeacht wat er op de kapitaalmarkt gebeurt. En terwijl als je dat tegen de VS zet, dan is het ongeremde kapitalisme en een rechtssysteem die ervoor zorgt dat je niet zomaar je bedrijf van de ene dag op de andere dag non-profit kan maken. Nee, het moet door een rechtssysteem en het moet heel democratisch worden gedaan. Dus dat is wat je hier ziet. Ik zal nu even mijn eigen mening geven over China, want ik heb een aantal goede Chinese vrienden die in China ook wonen, die op zich best wel goede banen hebben, dus die weten een beetje hopelijk waar ze het over hebben.
En door gewoon simpelweg te lezen over de Chinese cultuur en mezelf van beide kanten in te lichten. Dus aan de ene kant mensen die heel negatief over China zijn, aan de andere kant mensen die juist heel positief over China zijn. Dus hier komt mijn eigen mening. Wat je vooral ziet in China, naar mijn idee, is dat de afgelopen jaren de middenklasse die is ontzettend hard gegroeid. Zeker als je kijkt naar de cijfers. In 2023 verwacht men dat China meer dan 550 miljoen mensen binnen de middenklasse heeft. 550 miljoen mensen, dat is pakweg de helft van de mensen die in China zelf wonen. Maar anderhalf keer zowat mensen die in de VS zitten. Dus anderhalf keer meer mensen van de totale bevolking van de VS in hun middenklasse. Waarom is dat belangrijk? Middenklasse die heeft namelijk spending power. Die heeft geld om uit te geven aan verschillende producten en diensten. En naar mijn idee gaat de techsector daar ontzettend ontiegelijk hard van profiteren. Zeker bedrijven zoals Alibaba, Tencent, noem het maar op. Al die bedrijven die gaan daar enorm hard van profiteren. En je moet je voorstellen, dat is nog maar 2023. Als je misschien 5 of 10 of 15 jaar uitzoomt, dan kan het zijn dat China richting de 700, 800, misschien wel een miljard mensen binnen de middenklasse kan hebben. Misschien is een miljard te ver gegrepen, maar even als voorbeeld, als je echt heel ver in de toekomst kijkt, dan bestaat die mogelijkheid er gewoon. Dan bestaat de mogelijkheid dat China de grootste middenklasse heeft ter wereld en dat het eigenlijk onomkeerbaar zou kunnen zijn dat een ander land ze zou kunnen inhalen, behalve India. Maar die lopen toch te hard achter op innovatie en zijn iets te verdeeld in het land om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is wat ik er zelf van denk. Ik denk ook als je kijkt naar wat China hier eigenlijk doet, hè, als je even alle ruis weglaat. Wat China eigenlijk gedaan heeft, is wat wij hier in Europa en specifiek in Nederland ook gedaan hebben. Namelijk het onderwijssector, ook zorg bijvoorbeeld, scheiden van de kapitaalmarkten. Onderwijs in Nederland is een non-profit. En de reden dat dat zo is omdat het goed is voor het volk. Het is goed om die middenklasse ook daadwerkelijk te kunnen verhogen. Door educatie, door onderwijs kan je ervoor zorgen dat armere mensen die misschien niet meteen een hele pak geld kunnen betalen om onderwijs te volgen bij een beursgenoteerd bedrijf, dat die wel goed onderwijs kunnen volgen bij een non-profit organisatie. En op die manier ook in de middenklasse terechtkomen omdat ze de educatie hebben om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen als dat ze dat niet zouden hebben. Dus dat is wat China hier doet. Eigenlijk heel nobel. En als je erover nadenkt, China heeft heeft 40 jaar track record. 40 jaar lang hebben ze geprobeerd om het land compleet te hervormen. En vooral te zorgen dat de inwoners, de Chinezen, dat die het meest profijt hebben van alles wat er gaande is. Dus ik zie het alleen maar eigenlijk als iets goeds wat China heeft gedaan binnen de educatiesector. Vervelend voor beleggers. Dus als je aandelen bezit in een van die bedrijven waar die echt 60, 70, 80% zijn gedaald, dan is het heel vervelend. Maar voor het land is het goed. En dat is wat ik denk ik het Chinese overheid heel goed ziet. Want er zijn maar een heel klein gedeelte van de mensen die aandelen bezitten. Die mensen die zullen waarschijnlijk kwaad worden. Dat verschil tussen arm en rijk wordt daardoor dus ook groter binnen China. En dat is waar China vooral naar kijkt. Die denken, hoe kunnen we het verschil tussen arm en rijk zoveel mogelijk vergroten? Niet per se door aandelen te laten kelderen, maar door onderwijs te bieden. Gratis onderwijs, of in ieder geval non-profit onderwijs, die meer mensen binnen de middenklasse brengt. Maar aan de andere kant is ook wat je nu in de staatsmedia van China ziet, is dat ze zeggen dat ze er alles aan zullen doen om ook te zorgen dat juist de aandelen van dit soort bedrijven, niet de educatiesector, maar vooral tech, dat die het weer goed zullen gaan doen. Want dit is gewoon nodig voor het land en ze moesten dit soort maatregelen nemen om te zorgen dat je een eerlijk systeem hebt. Ook alles wat je ziet in het kader van Didi, in het kader van Tencent, in het kader van Alibaba. Onderaan de streep is het doel zorgen dat er binnen China meerdere concurrenten komen die het voor de consument goedkoper of in ieder geval aantrekkelijker maken om te kunnen kiezen tussen verschillende diensten. Dat is simpelweg wat China hier doet. Omdat ze geen rechtssysteem hebben, maakt het voor beleggers ontzettend lastig. Want je bent in principe overgeleverd aan wat de overheid wil, van de ene dag op de andere dag. Of dat nou goede nobele bedoelingen zijn, zoals bijvoorbeeld de educatiesector non-profit maken. Of aan de andere kant misschien iets slechts, zoals wat ze bijvoorbeeld met de Oeigoeren doen of iets dergelijks. Daar ben je wel aan overgeleverd, maar ik denk dat die middenklasse die zo ontzettend hard groeit in China, dat die de Chinese techsector over de loop van tijd heen ontzettend omhoog trekt. En dus heb ik besloten om in een ETF te beleggen in China die de top 30
techbedrijven in China volgt. De ETF werkt als volgt, namelijk specifiek in sectoren. Ik zal ik even opnoemen, ik heb ze hier even opgeschreven. Ik heb ze niet onthouden namelijk. Even kijken. Dus die specifiek in sectoren en industrieën zoals cloud, digital, e-commerce, fintech of het internet specifiek zitten. 30 bedrijven die erin zitten. Daarnaast moeten ze aan de volgende eisen voldoen. Dat is door een technologiegedreven businessmodel waarbij een groot deel van hun omzet digitaal wordt gegenereerd. Daar moeten ze aan voldoen. En twee, sterk onderzoek en ontwikkelingsinvesteringen en dus R&D. En een jaarlijkse omzetgroei van tenminste 10%. En top holdings zijn bedrijven zoals bijvoorbeeld Meiyutan, dat is 8,2% van het ETF. Alibaba, 8%. Sunny Optical, dat is een bedrijf die optische tech vooral doet. Tencent Holdings, dat is 7%. Xiaomi, 7%. Kuasu Technology, ik weet niet of ik het goed uitspreek. JD.com, JD Health. SEMIC, dat is de semiconductor company. Niet de Taiwan, maar de Shanghai geloof ik of iets dergelijks. En AliHealth. Dat zijn de topbedrijven die erin zitten. In totaal 30 bedrijven. Ik zal hieronder een link sturen naar een factsheet waar je alles terug kan lezen. 0,5% fees wat ik per jaar ervoor betaal. Dus ik vind het een heel goed idee om in dit specifieke ETF te beleggen. Ik denk dat China namelijk, vooral de techbedrijven die hierin zitten, ik kies bewust voor een ETF die niet te breed gespreid is, maar juist geconcentreerd is in een specifieke sector, zoals de tech sector. En een klein aantal aandelen, zoals 30 aandelen, in plaats van 700 of 800, dat vind ik te overgediversifieerd, daar hou ik niet zo van. Dit is de tweede ETF die ik bezit en precies dezelfde criteria. Geconcentreerd in een specifieke sector en niet iets breeds waar duizenden aandelen of iets dergelijks zitten. Daar hou ik persoonlijk gewoon simpelweg niet van. En ik vind het overdiversificatie en het kan op de lange termijn ook rendement schelen, mocht je rendement heel belangrijk vinden. Ik namelijk wel. Maar dit is het ETF waar ik specifiek gekocht heb. €13.000 heb ik erin geïnvesteerd. En ik verwacht dat de Chinese middenklasse mij gaat helpen om hier ontzettend veel rendement over de lange periode mee te behalen. Want ik krijg nu namelijk een korting van 40% erop. En dat is iets wat mij heel aantrekkelijk lijkt voor de risico die ik neem om in China te beleggen. Sterker nog, als het verder daalt dan waar het hier is, ben ik bereid om hier meer in te gaan investeren. Dus voor de mensen die lid zijn van de community, waarschijnlijk heb je het al gezien. Daar heb ik ook iets meer uitleg gegeven over hoe dat ETF precies in elkaar zit. En mocht ik meer bijkopen of iedere andere transactie, zoals altijd, krijg je dit te zien. Downlink below als je geen lid bent. Tot ziens. JFK to LAX, my mic's get checked. Coast to coast, I rock it most times, no sweat. Me to you, give what we do, but never forget. Now's the time, fall out of line and take your first.